Letter is het onze missie om de nieuwe generatie bewuster te maken van hun eet- en drinkgewoontes. En willen we ze inspireren gezonder te drinken en hun labels te lezen. En daarom zijn we vandaag bij het Helen Parkers College. Waarbij we de leerlingen actief gaan betrekken bij de suikerdrankenproblematiek. De tweede klas gaat onderzoek doen naar de effecten van energiedranken en het effect van Predator. Waarbij ze zelf ook zien wat de effecten zijn op hun lichaam. Daarnaast gaan ze ons adviseren hoe we het beste deze kennis over kunnen geven aan hun leeftijdsgenoten. Wij moeten dus in dit onderzoek moeten we verschillende energiedranken gaan vergelijken en kijken of we wat we lekkerder vinden en wat andere kinderen lekker vinden. En ook kijken of dat invloed heeft op je gezondheid. En ja, zo kunnen we ook een beetje vergelijken wat de jeugd nou eigenlijk drinkt. Je hebt natuurlijk ook van die vitamine dranken gewoon. En die zijn volgens mij best wel populair geweest ook. Of nu iets minder misschien. Eerste gezicht lijkt het heel erg gezond en zo. Ja. Maar dan zitten eigenlijk ook nog wel dingen in die niet zo zijn. Wat verwachten jullie van het onderzoek wat jullie gaan doen? Ik denk dat heel veel kinderen toch bijvoorbeeld deze echt heel lekker vinden, terwijl ze het eigenlijk niet kennen. Ja. En dat dan wel vaker gaan drinken, omdat ze weten dat het gezond is. En ze weten dat het lekker is. Dus dat je te weten krijgt wat gewoon echt goed voor je is. En wat vinden jullie nog meer belangrijk? Dat het niet je dagelijkse dosis gewoon suiker overschrijdt. Ja. Als ik zou weten dat iets ook echt gewoon totaal niet goed voor je is, dan zou het ook gewoon wat minder fijn voelen als ik dat drink. Yeah. En als het gewoon wel gezond is ook en dat er ook iets bij zit dat het gewoon nut heeft. Het is niet dat ik bij alles let op hoeveel suiker en zo erin zit, maar het is wel fijn als je dan, dat je dan weet dat het ook gewoon niet zeg maar ongezond is, maar wel gewoon lekker is. Dat het zeg maar bruikbaar is, bijvoorbeeld als je gaat sporten, dat je dan wat extra energie hebt, maar dan niet te veel betaalt en ook niet te veel suiker binnenkrijgt. Predator staat onder andere op de inspiratielijst van het voedingscentrum voor de gezonde schoolkantine. En maken we elke middelbare school in Nederland gezond.